Ja, jongens, waar zijn we dan in Maastricht? Bij de bekende vioolbouwer, de meester. Waar zit hij dan? Prachtige mooie oude violen allemaal. Kijk eens hier, te gek. En hier hebben we onze eigen Giel Koenen uit Maastricht. Van de Jeker Jazz. Goeiedag allemaal. Hoe is het, Giel? Goed, met jou, Johnny? Ja, goed, goed, gangetje. Okay. We hopen dat we snel weer kunnen spelen hier in Maastricht, hè? Dat met de Rozenbergs, hè? Oh ja, graag. Dat gaan we zeker doen. Gek, hè? Absoluut. Lekker weer een Jeker Jazz weer gas geven. Oké, geef me die camera even over, Johnny. Ik ben thuis in Maastricht. Ik speel hier graag in Maastricht. Dit is mijn tweede thuis, zeg ik altijd. Veel vrienden van mij hier, veel jazzliefhebbers, ook van de Rozenbergs, van onze muziek. En we hopen dat we snel weer lekker kunnen spelen hier op de Jeker Jazz in Maastricht. Gaan we doen, Johnny. Absoluut. Toppie. Alsjeblieft, hier is je. Yes. Ja, jongens, we zitten hier in Maastricht. Het Prijthofplein. Oude kathedraal. Geweldig dit, jongens. Hier geeft André Rieu die mooie concerten wat je op tv ziet. Ik ben hier met mijn vriend Giel Koen uit Maastricht. De organisateur van Jeker Jazz in Maastricht. Hier staan wij elk jaar. En dat moeten jullie zeker komen bezichtigen. Een beetje precies. En daarom kom je in een Jekerkwartier. Ja. Dat is het kartel achter van Maastricht. Dit oude Maastricht. Kijk dan een cafeetje, mooi. Ja, te gek. Ik vind dit zo mooi. Ik had hier makkelijk kunnen wonen, weet je wel? Hier krijg je het Amersplein. Ja. Veel cafés doen er mee met Jeker Jazz. Mm-hmm. Jazz, soul, blues, gypsy, mm-hmm. New Orleans, mm-hmm. Frans, Italiaans, Mediterraans. Ja. Kijk, en dan die mensen, die zie je dan genieten. Café in, café uit, live muziek overal, alles gratis. Mm-hmm. En daar doe ik het voor. Ja, ik speel heel graag hier in Maastricht. De laatste keer dat wij hier stonden was ook mega gezellig, weet je nog? Ja, dat was uniek. Ja. Mensen stonden compleet tegen jouw gitaar aan. Weet je nog? Ja. En dan naar ieder nummer fluiten. Ja, dat is leuk. Kijk, dit is... En ook de Maas, je ziet hier de oude Maasbrug, ja, Romeinse brug. Mm-hmm. Ik ben de gids van Johnny. Hij is mijn gids, jongens. Persoonlijke gids. Persoonlijke gids. Hij gaat er dan overal mee, waar we heen gaan. Ja. Dan ga ik doorvullen, zie je de Maas al. Ja. En de Sint-Servaasbrug, Romeinse brug. En dan heb je daar ook weer een wijk. Hè? En dat noemen ze ook wijk. Mm-hmm. Ook met kleine straatjes. En nu lopen we de Stokstraat in. Hè? De, zeg maar de, ik denk, rijkste winkelstraat van, misschien van Nederland. Hè? De rijkste winkelstraat van Nederland? Zou kunnen. Maar je had me net verteld dat dat vroeger de armste. En de kleinste kroeg van Nederland. Dat is de Stokstraat. Hier zie je die dingen. Weet je wat dat is? Nee? Dat is met die karren aan paard. Gewoon niet tegen de muur. Ik ging dat houten muur. Echt waar? Ja. Ja. Geweldig. Kijk dan, jongens. Dit is toch mooi. Mooi kleding. Vliegend vlugge rondleiding aan Johnny. Ja. Dit is de kleinste groep van ons. Dit hè? In de Morianen, ja. Daar moet ik eventjes over filmen, jongens. De kleinste kroeg van Maastricht. Je kunt ook binnen filmen. Mag dat? Ja, dan doe je gewoon zo. En dan film je even. Snel. Kijk jongens. De kleinste kroeg van Maastricht. Ja, van Nederland. Hè? Van Nederland? Ja. Oh, mooi. Te gek. Hoi. Nou, Giel. Zullen wij een televisieprogramma starten bij het W? Ja, gaan we doen. Giel en Johnny op pad. Ja, tuurlijk. Dat zou we zijn. We nemen iedere keer een persoon mee waar we een gesprek mee hebben. Een interessant gesprek. Ja, dat zou wel leuk zijn.
En doen we het dan op zijn Maastrichts, want dat verstaat niemand natuurlijk. Ja, dan moet je op zijn Maastrichts zeggen, hè? Ja, joh, maar dat kunnen we niet doen, hè? Nee? Nee, dat moet toch wel een beetje in het ABN naar Johnny. Ah, oké. Okay. Film kon, hij staat gewoon aan, hij filmt, hè? Moet ik zo filmen of? Ja, want hij staat nu zo. Kijk, je kan hem zo filmen, zo. Oké, okay, film een keer zo. Onze lieve vrouwen. Nee, je bent jezelf nog aan het filmen. Wat? Je bent jezelf aan het filmen. Oké. Okay. Ja, lach maar. Okay. Johnny gaat de kaars. Giel, zeg maar wat ik moet doen, hè? Ja. Kom maar naar binnen. Ja, gaan doen. Nee, daar. Ik. Ja, zo meteen. Ja. Je moet je kaars kopen. Je mag één van 50 eurocent of eentje van. Ik heb toevallig 50 cent in mijn zak. Ja. Dus het is niet dat ik zuinig ben, helemaal niet. Maar we gaan er gewoon door. Daarin ingooien, Giel, of? Ja. Oh, oké. Okay. Ben ik nog een beeld, jongens? Zie je, jongens? Wat gaan we hiermee doen, Giel? Opsteken. En je mag hem wel eens doen, hè? Mag ik een wens doen? Ja, je moet een wens. Die mag ik natuurlijk de mensen thuis niet verklappen natuurlijk, hè? Nee, dat mag je niet verklappen. Dat is jouw wens. Moet ik naar binnen gaan? Nou, Giel, ik vind het geweldig waar ik nu zit, jongens. Ik hou echt hiervan. We gaan even een stukje lopen. Mooi dat, jongens. Kijk nou eens naar boven. Kijk eens. Kijk eens die kant. Draai eens om, Giel. Kijk eens. Hoe gaat het? Nou, jongens.
jongens, ik was een klein filmpje vanuit de oude kathedraal in Maastricht. We gaan nog even een rondje maken ergens anders en komen straks weer nieuwe filmpjes aan. Dit is Café de Pieter. Ja. Dit is van Maarten, een vriend van mij. Ja. En hier zie je de oude stadsmuur, die loopt om Maastricht. Ja. Ja. Hier liep die door, die kant, moet je eens kijken, door die muur. Daarvoor hebben ze dit zo een beetje laten zien. En daarachter zijn we dadelijk, aan de achterkant, Johnny. Ja. En je dat zien die dat verder liep. Oh, dat is een vestingstad. Dus dit was vroeger dan ook een muur, dat hebben ze opgebroken. Ja, toen is dat gebouwd gekomen. Normaal liep daar een muur door. Dat hebben ze wel mooi gemaakt. Ja, een beetje achterstiek. Ja. Verhaal duidelijk te maken. En waarom was deze muur, Giel? Nou, hier hebben ze zelfs huisjes voor gestaan. En dan was dat straatje maar zo smal. Ja. Hier woonden mensen ook in, naar de hand. Maar 17 eeuw, bla bla bla, was dat een stadsmuur. Een vestingstad, hè, feite. Mooie informatie, honderden jaren oud. Mooi. Nou, te gek. En we gaan verder met de rondleiding in Maastricht. Dag Mozes en Sani. Dag Mozes, Sani. Kijk eens waar ik zit, jongens. Ik ben met Johnny in Maastricht. En we zijn eens aan het kijken voor optredens. Dat jullie weer welkom zijn in Maastricht natuurlijk. Het liefst heb ik dat één keer per maand. Dat jullie spelen hier. Ja. Ik denk veel volk zou dat graag willen. Maar dat ligt natuurlijk aan Johnny en Mozes en Sani natuurlijk. We zijn hier op Vrouwenplein, waar jullie toen ook hebben gespeeld. En hopelijk kunnen we dit weer een keertje overnemen. En we moeten echt een keer met z'n drietjes naar Maastricht. Absoluut. En gaan we even met Giel eventjes een wandeling doen. Ja, graag. Nou, gezellig jongens. Kijk dat riviertje. Dus die gaat onder de grond door, Giel. Hij is mijn gids, jongens. Onze Giel, hij weet alles van Maastricht af. Hier stond de Te Mazen, de Jeker. Ja? Daar is Jeker Jazz naar genoemd. Omdat hij kronkels heeft. De mensen hebben ook allemaal kronkels. Die weten het ook soms niet. Ja, ik heb ook heel veel. Ja. Jij ook? Kijk. Ik heb er iets te veel, maar goed. Dat hoort bij muzikanten. Ja. Muzikanten eigen. Dat is een goede eigenschap. Ja? Ja, absoluut, Johnny. Nee, ik hoop en dat het zo is. Hier stond de Mazen. En ontstaat ongeveer 45 kilometer hier vandaan. Ja. In België. En hier hebben jullie... Ja. Hier hebben wij toch gespeeld, joh. Met de borrelnoten, s'avonds. Dat komt me bekend voor. Hier hebben wij opgetreden. Er waren hier 200 mensen, die zaten Dat klopt, Giel. Dat klopt. Hier hebben wij gestaan. Maar al die terrassen hier buiten stonden. Hier. Geweldig. Ja, jongens, het is toch hartstikke mooi, kijk nou eens hier. Kijk ik hier dadelijk, zonder camera. Of laat me zo weten. Jongens, er worden nu hele geheime dingen verteld. Ik moet de camera helaas afzetten. Nou, tot later. Ja, ik zie het. Ik zie het, Giel. Giel, waar staan we hier? Ja, we staan hier bij de hemel. En de helpoort. Hemel, de hel. De verhaal. Dus kun je overlezen. Dit is de helpoort, zeg ik goed? Daar mag iedereen, hè? Wij wel. Wij wel? Ja. En waar is de hemel? Waar is de hemel toch? Dit is de hemel, dit is de pater van Utrecht. Ja, mag dan door de hemel toch als niet? Er zijn daar ook paters opgehangen. Boom. Serieus? Ja, absoluut. Wow. Hier is een oud theatertje, het Pesthuis. Ja. Die heeft ook historie. Heel klein, mooi, gezellig, warm theater. Ja. Daar liggen Park en de Maas weer. Ja. En hier gaan we filmen. Nou ja, ik wil nog even één ding zeggen. Giel die heeft mij net iets laten zien. Hier is een tegeltje, een heel bekend tegeltje in Maastricht. Die tegel. Die. Juist, daar is hem. Giel, vertel eens even. Ja, dat stond een Spaans meisje. Hoe lang is dat geleden ongeveer? Oh, dat vraag je me wat. Ongeveer? Misschien 15 jaar geleden. Oké, 15 jaar geleden. En hierboven is een luikje, dat viel omlaag. Ja.
De meisje ja, was morgens dood. Oh, wat triest. Ja, heel Maastricht vond dat natuurlijk was schokkend, zielig toen dat gebeurde. Ik snap hem. En, dat dat toevallig moet gebeuren bij zo'n mooie muur. Ja, mag helemaal niet gebeuren. Ja, dat is ook zo. Giel, dus je wil me nou zeggen, we gaan door de hel. Ja, eigenlijk gaan we nou weer Maastricht in. Want jongens, dat was een vesting. God vergeef me, God is bij me. Dit is ook leuk. Oh, wat leuk, man. Oh, wat gek. Nou, ik vind het aardig meevallen, Del. Ja, we leven nog. Moet je dat tegenduwen? Ach, ik vind het jammer dat hij nou dicht is. Nou, hier is echt van alles in, hè? Kijk dan, wat leuk, joh. Ja. Geweldig dit. Daar hou ik van. Oh, wat mooi. Hij is helaas dicht, jongens. Hij is helaas dicht. Kijk, dit is een oude slangenvel. Ja. Nou, te gek. 55 meter? Staat erop? Nee, 5,5 meter. Ik denk dat het de prijs is, 55 euro. Nee, er staat op 5,5 meter. Misschien, oh ja, 5 meter lang. Ja. Dat is opgerold. Misschien een oude anaconda geweest. En hebben ze hier een stuk van... Ben Hur, ja. Op dit gedeelte, ja? Ja, hier. Je hoort het, hier hebben ze dus een stuk van de film van Ben Hur opgenomen. Ja, geweldig. Ik vind het echt mooi. Ja, het is alsof je in de middeleeuwen, hè? Wow! En Giel? Ja, je kunt hier een rondleiding krijgen. Hier is de kist waar die in ligt. Die ligt hier ook. Is het een kist? Ja, een kist dat zit zo baas. Dat is de ingang van de kerk. Mm-hmm. Dat is nou geen toegang. Ik zie het, ja. En wat is dit hier? Een kapelletje. Oh, een kapelletje, ja. Leuk. Hij is de klok alweer aan het luiden. Frank Steins. Frank Steins. Van André Rieu. Van André Rieu, ja. Mooi.